De douanebond is blij dat enkele bevorderingen die sinds 2020 moesten geschieden, vandaag eindelijk konden plaatsvinden. Dit zei bondsvoorzitter Joyce de Vlucht tijdens de beëdiging van 47 commis eerste klasse en 10 aspiranten van douane. Ze wees erop dat er nog meer groepen zijn die hun distinctieven opgespeld moeten krijgen. We hebben donderdag, woensdag, vorige week woensdag, ons bestuursregeling belegd. En daar hebben we het hierover gehad en dan teruggekoppeld met de inspecteur. Om dit zo snel mogelijk te doen voor de groep. Omdat de mensen al dus 2 jaar verder, dus 2020 zijn ze bevorderd. Dus 4 jaar verder, laten we de mensen niet langer laten wachten. Want er waren geluiden alsof, ja, de bond kan het, de leiding kan het komen voor ze sturen in de envelop. We werken niet zo. We zitten in een gedisciplineerde korps. Dus mensen, laat het dus gedisciplineerd aan toe gaan. De Vlucht benadrukt dat er met deze groep niet gewacht kon worden op de overige bevorderingen. De collega's zijn namelijk ontevreden. Dus vandaar dat de bond heeft gezegd, nee. Teruggekoppeld met de inspecteur en vandaag, het is wel snel gegaan, maar ik denk dat iedereen happy is, de mensen die bevorderd moeten worden, dat jullie eindelijk met je 3 strepen straks gaan lopen. En natuurlijk gaan wij in de toekomst ook kijken dat zaken sneller gaan, dat we niet zo lang moeten wachten op de bevordering. We hebben ook de groep aspiranten, hoe noemen ze aspiranten? Maar laat me zeggen, deze mensen zijn ook al geslaagd, zijn K3's, commissie derde klasse. Zaken zijn een beetje verkeerd gegaan, maar vandaag hebben ze toch ook een grote dag waarbij ze beëdigd zullen worden. Na vandaag is het wachten op de beschikkingen. De voorzitter kondigt aan dat de bond de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen zijn invloed aan te wenden om de andere bevorderingen in orde te maken. Ze verduidelijkt dat de bond graag heeft dat de overige bevorderingen zo snel als mogelijk een feit zijn.